President Chandrika Prasad Santokhi heeft een vergadering gehouden met ministers en deskundigen over de uitgifte van landbouwgronden van het ministerie van LVV toebehoren die aan derden zijn verhuurd. Minister Gracia Emmanuel rapporteerde over 7 gevallen waarbij LVV-gronden onrechtmatig waren uitgegeven. Na onderzoek is besloten alle betrokken percelen terug te draaien en alle betrokken bereidsverklaringen ongeldig te verklaren. De ministers Prahlad Seudin en Emmanuel zijn belast met de uitvoering, inclusief verder onderzoek. De definitieve rapportage wordt tegen 8 mei verwacht. Arbeidsinspecteurs zijn recentelijk getraind in nieuwe wetten voor gelijke behandeling en het voorkomen van geweld en seksuele intimidatie op het werk. De training, geleid door juristen van het ministerie, richtte zich op het herkennen van discriminatie en intimidatie, evenals op de verantwoordelijkheden van de arbeidsinspectie. De training draagt bij aan betere handhaving van arbeidswetten en het creëren van veilige werkplekken in lijn met duurzame ontwikkelingsdoelstelling nummer 8. Het directoraat veeteelt van het ministerie van LVV heeft mestonderzoeksresultaten aan melkveehouders in Houttuin gepresenteerd. Verbeterpunten zijn vastgesteld, waaronder parasietenbestrijding en hygiëne. Dierenartsen benadrukten het belang van ontworming en hygiëne om de parasietencyclus te doorbreken. Ook het gebruik van gras als voedselbron en rotatiebeweiding werden besproken. Het directoraat heeft GPS-punten op de boerderijen aangebracht en bedrijfsgegevens verzameld om een gezonde veestapel te bevorderen.